Jaco Verharen, Maud van der Meer. Ja, Maud van der Meer, onze jongste aanwinst in het NTC. Komend van het RTC van Jeanette Mulder. Fantastisch dat iemand kan debuteren op een WK vanuit een RTC. Dat doet mij zeer veel deugd. Maud van der Meer, wat voor een meisje is het? Is ze agressief? Is ze leergierig? Ja, ze is zeker heel leergierig. Het is iemand die eigenlijk toch wel als een spons alles in zich opneemt. En probeert om aanwijzingen echt zo goed mogelijk op te pakken. Van zichzelf uit een rustig iemand. Iemand die even de kat uit de boom moet kijken om zich op de gemak te voelen in nieuwe omstandigheden. Maar gaat uitstekend. Dus plezier om met haar te werken. Wat zijn haar specifieke sprinteigenschappen, zo die er zijn? Nou, ze is krachtig. Ze is sterk en explosief van zichzelf. Ik vind dat ze een hele goede techniek heeft. De zogenaamde hoge elleboog. Die in het zwemmen belangrijk is, hè, waardoor je het water echt goed pakt. Dat ziet er erg goed uit. Waar misschien nog wat meer werk voor nodig is, is starten en keren. Maar daar heeft ze zich het laatste jaar in het RTC wel enorm op ontwikkeld. Dus het is een echte sprinster. Ik sta hier met een WK-debutante. Wie ben je? Nou, ik ben Maud van der Meer. Ik kom uit Uden en sinds 3 jaar zwem ik in Eindhoven. En ik woon ook al 2,5 jaar in Eindhoven. Uit Uden afkomstig. 3 jaar geleden gewoon een Nederlands zwemstertje, zoals we dat zeiden, met EJK-achtergrond. Had je toen al de ambitie om iets meer te willen? Willen altijd, maar ja, of dat lukt. Maar eigenlijk sinds dit seizoen wilde ik het dolgraag en ja, is het ook gelukt. Maar ja, je kunt inderdaad willen en het moet nog maar lukken. Ik neem aan dat je vroeger bij Zeester in Uden wat minder trainde dan dat je de laatste jaren hebt gedaan. Ja, veel minder, echt de helft. En ook nog 20 meter bad. Dus dat was een wereld van verschil toen ik in Eindhoven kwam. En nu hier in China. De laatste maanden getraind bij Jaco Verharen en het NTC van NZT uit Eindhoven. Wat is nou het grootste verschil ten opzichte van de jaren of in ieder geval de periode daarvoor? Sowieso weer een mannelijke trainer. Ja, Jeanette Mulder. Ja, Jeanette Mulder heb ik toch 2,5 jaar gehad. Daarna kwam Jaco. Alleen qua techniek inzicht zijn ze toch wel heel verschillend van elkaar. Ik heb heel veel van Jeanette geleerd, maar ook al heel veel van Jaco. Kun je daar een voorbeeld van geven? Dat is een lastige. Vooral de techniek oefeningen zijn vooral anders. Echt bewuster mee bezig zijn. Jeanette had toch wel andere techniek oefeningen dan Jaco. Nou kan ik me voorstellen dat verandering van training en verandering van trainingsomgeving van trainer naar of van trainster naar trainer allemaal consequenties heeft. Je traint meer, je belast je lichaam meer. Heeft het nog blessures of constante pijnlijke plekken opgeleverd? Eigenlijk alleen sinds Rome heb ik last van mijn rug. Ja, dat hebben we nou redelijk onder controle en ik hoop dat zo blijft tot aan de WK. Want je hebt eigenlijk een belangrijke functie hier. Je bent debutante, maar op een heel belangrijk nummer. Ja, de 4x100 vrij. Ja, daar zijn de mijne natuurlijk topfavoriet op. En ik vind het echt heel speciaal dat ik die estafette mag tegenwoordigen. Maar weet je ook al op welke plaats je moet gaan zwemmen in de series? Nee, dat is nog niet bekend. Als het goed is in de loop van de week krijgen we dat te horen.